welkom bij de derde aflevering alweer van Gomos TV. Ja, vandaag weer dezelfde onderdelen. We hebben de Johan Cruijff. Oh, Johan Cruijff. Johan Netkes. Iedereen van harte welkom bij Gomos TV, alweer de derde aflevering. Natuurlijk met dezelfde onderdelen. Johan Neeskens, Piet Fransen trofee. En we hebben onze klassement, hooghout klassement. Dat loopt ook niet lekker. Iedereen van harte welkom bij Gomos TV, alweer de derde aflevering. Natuurlijk weer met dezelfde onderdelen. Johan Neeskens, Piet Fransen en onze hooghout klassement. Met weer drie hele leuke gasten. Onze vrijwilliger Adel Rachid. We hebben Ronnie Meijer en we hebben JB van S. En die gaan nu beginnen met de Piet Fransen trofee. Mannen, succes! Ronnie Meijer en JB van S. Ronnie, prachtig shirt aan. Dank je. Welk jaar? 1995. 95? En wat had het shirt van de eerste? Nee. Zover heb ik nog gekomen. Nee? Welk elftal heb je gespeeld? Van 7 tot en met 3 geloof ik. Oké. Nou, het maakt ook niet uit hoor. Ja, het gaat om plezier. Sorry. En plezier heb jij altijd gehad, denk ik. Absoluut. Ja. Kan je een beetje voetballen nog? Nee. Hoe oud ben je? 50. 50, nou dat moet nog kunnen. Ja, toch? Zeker. Heb je het al gezien? Zeker. Eerst... Leuk. Ja. Leuk hè? Ja. Ja. Heb je een bepaalde tactiek ook? Voor dit? Ja? Nee, niet echt. Oké. Want we hebben hier JB van S. Hoe oud ben jij? Ik ben 51. Maar 51, oké. Nou, de jongste moet altijd beginnen, dus jij gaat straks beginnen. Beetje fit, JB? Ja, zo fit als deze inkeur. Ja? Je komt uit de nachtdienst? Ja. Ogen zijn al een klein beetje... Ja, ik ben een half uur, drie kwartier wakker, denk ik, dus... Oké, maakt niet fit. Uit, hè? Stond ook bekend onder mentale, toch? Ja, dat was altijd mijn kracht. Ja, maar welke elftal heb jij gespeeld? Ik heb van 6 tot 1 gehad. Oké. Een beetje dezelfde carrière als Geert Louters laatst al vertelde. Ja, ach, een paar, leuk, paar invalbeurtjes, nooit basisspeler geweest. Nee. Tweede wel een periode gespeeld, maar hoofdzakelijk derde en vierde. Okay, dus meer, ik was meer een gezelligheidsvoetballer, ik was ook niet geen trainingsbeest. Bojatten gaat je makkelijker af, hè? Bojatten, daar heb jij vorige week wel gemerkt. Dat, ja, dat ging goed, ja. Heb jij nog een bepaalde tactiek? Ik pas mijn tactiek aan op die van Ronnie. Okay, dus maar het is natuurlijk waar hij de eerste gaat neerleggen. Dan... Ja, gewoon ook weer reageren op Ronnie. Reageren op. Nou, super. Hey jongens, heel veel plezier. En Ron, jij mag beginnen. Dankjewel. Ik geef jou de kruis en JB het rondje. Succes. Dat is ook in het midden, onderin. Nou ja, dat is best wel slim. Ja, dat is best wel slim. Geen risico, gewoon eentje maken. Wat ga jij nu doen? Dat is wel leuk. Ik dacht wel zeg maar, als ik hem dan mis, is het lekker een hulp natuurlijk. Ik probeer hem links onderin. Links onderin, oké. Succes. Ja, dit zijn twee toppers. Dit is leuk. Kruisje, jongetje. Ja, en nu? Wat ga je doen? Mis. Ja, dat ga ik ook doen. Dat ga ik ook doen. Of rechtsonder. Rechtsonder. Maar daar schiet je weinig mee op. Nou, je hebt hem links onder. Ja, of midden. Dat is ook mooi als een diagonaal. Ja, ja, je hebt hem nu ja, gewoon in het midden. Het mooiste. Ja. Oh, rechts onder, dus geen score. Dit zijn weer mannen die gaan voor een lange aflevering van Gomos TV. Nee, die was ook onder. Die waard je al. Ja, JB heeft alleen links onder. Een beetje risico, denk ik. Oeh, dat was heel veel risico. Jullie snappen het wel, hè? Ja, het zal gaat maar gevuld zijn, toch? Kijk. Dan gaat het hele leuk, toch? Zweet je een heel ander programma. Oh, laat niet meer dan. Oké. Dat schiet ik ook helemaal niet. Nee, tactisch niet echt sterk, maar je hebt wel drie gaten gepakt, hè? Ja, wel voor mij een optie minder. Ja, nee, precies. Qua verdediging prima. Now we talking. Ja. Waar moet hij in? Rechtsboven. Er staat druk op, hoor. Hey. Maar, dat betekent dat jullie nu allebei rechtsboven weer klaar. Dat is wel de kleinste. Dat is wel de kleinste. Ja, rechtsboven. Oh,
hard, ja. Ja, hij is wel hard. Maar nog onzekerheid, hè? Ja. Dan krijgen we voor elkaar en daarboven zo klein is, hè? Goed. En mezelf uitgemeten. Ja. Hoe lang hebben we nog? Ja, ik denk dat we uiteindelijk gewoon versneld gaan doorspoelen. Oeh, weer tegen de lat. Dat is voor de toekomst ook een leuk onderdeel. Misschien latje schieten, maar... Oeh, warm. Oh. Ja, je kan het niet echt zeggen van bijna, hè? Ik knip je wel uit, Jasper, hè? Ja, hou je een beetje vol, Jasper? Oh. Ja, de cameraman die wordt moe. Ook een drukke dag gehad gisteren. Oeh. Ja. Nou, het wordt wel tijd. Ja, het wordt zeker tijd. Not even close. Hij zit een gat in. Het wordt van het publiek dat het nu was. Oh, als het publiek heel stil wordt, dan weet je hoe het gaat, hè? Oh! Oh! Wel heel mooi voor de herhaling, maar oh, net niet. Wat mooi. Gaat er als een leidraad door je leven, joh. Waarom? Net niet. Een ineenschakeling van de pro. Jezus! Je wil rechtsboven, je schiet. Gewoon midden onder, want ik wist niet of zeker of die al geweest was. Oké. Okay. Wou jij dat zo meteen aankomen dat iemand met het beste kraf van Gomo's, maar... Heel lang geleden. Ja, in de buurt, Ronnie, ik denk als iemand hem gaat maken, dan ben jij er om, man. Je bent meestal een beetje geluk. Ja. Yo! Goed gedaan, JB. Die zit er nog niet zomaar in, hè? Dat betekent dus dat jij door bent naar de volgende ronde. Lekker. Ja, dan gaan we nu naar de rubriek. Wel bist toe dan, die gewoon was. Nou, wie staat hier? Hoi. Hoi. Hoe heet je? Ik ben Adel Rashid. Oké. Okay. Ik kom uit Syrië. Uit Syrië? Ben je hier al lang in Nederland? Ik ben 4 jaar in Norg. Ja. 4,5 jaar in Nederland. Ik werk bij Gomos als vrijwilliger. Oké. Okay. En wat doe je bij Gomos? 2 dagen per week. Kantine dienst. Mm-hmm. Elk donderdag. Oké. Okay. Sinds 3 jaar. Dat weet ik natuurlijk. en woensdag met de groep. Oké. Okay. Ja. En wat vind je ervan? Woensdag? Nee, de donderdag. Zeg maar achter de bar staan. Donderdag, elk donderdag de avond. Mm-hmm. Achter de bar kantine dienst met ja. Spelers. Bij spelers komen. Mm-hmm. Maar je bent hier nu 4,5 jaar, zeg je? Nu? Ja. 4,5 jaar ben je hier nu in Nederland? Ja. In Norg? In Norg, ja. In Norg. Okay. Ja. Wat vind je van je Nederland? Ja, ik vind het heel leuk. Ja. En we hebben geluk hier in Norg gekomen. Mm-hmm. Ja, want je had ook in Rode terecht kunnen komen. Dan was het wat minder. Ja, in Norg een heel mooie plek en aardige mensen. Mm-hmm. Ja. Ja, we hebben heel blij in Norg. Maar Gomos is een voetbalclub. Kan je zelf ook voetballen? Ja, ik 2 jaar geleden ik heb 45 plus gespeeld. Oké. Okay. En nu met 35 plus nog steeds. Oké. Okay. Ja. Dat is wel grappig, want ik vroeg eigenlijk, wat vind je van je Nederlandse taal? Ja, een beetje moeilijk. Een beetje moeilijk. Nou, ik vind dat je het goed doet, maar je voetbalskills die wil ik wel even zien. Je krijgt 2 pogingen, krijg je. Nou, we hebben vorige week Jan Bakering gezien, die had 4, maar die had ook een beetje pech, die had een blessure. En de top staat op 53, dus wat denk je dat je gaat halen? Ja, ik weet het niet. Ik moet kijken. Ja, oké. Okay. Nou, je krijgt 2 pogingen. Heel veel succes. Goed. Is goed, dank je wel. Ik ga tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 keer! Ja, de laatste plaats die is in ieder geval weg. Zelfs de cameraman heeft een aardig linkerpootje, zag ik. Keurig, Jasper. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Helaas. Nou, mannen, wat vinden we ervan? Ja, lekker. Ik wil een high five doen, Adel. Yeah, hartstikke goed gedaan. Ja, en we zijn heel blij met je als vrijwilliger. Oké, dankjewel. Oké. Hey Ron, ja. We zagen net Adel, die had 18 keer. Dat is toch een aardige score. Denk je nou, kan je dat verbeteren? Dat moet ik een hele goede dag hebben. Ja. Jan Bakering, 4. Ja. Hofsteen gaat 53. Flikkie gaat 53. Ja. Waar ga je naartoe? Daar kijk ik niet naar. Daar kijk je niet naar. Nee. Oké. Okay. Tussen de 5 en de 10 zou heel mooi zijn. Oké, nou, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, bijna bij het aantal van Rashid. Nou, dat viel me niet tegen. Van mij zit er meer in. Er zit meer in, weet ik zeker. Van mij kan je er nog wel overheen springen. Jazeker. Hij stond ook met Jenno, zo'n mooie loop altijd. Ja, dat klopt. Okay. Poging 2. Dus boven de 16 komen. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oké. Nou, 16, je gaat niet af. Je staat in het klassement. Dankjewel. Maar je gaat niet meedoen. Nee, zeker. Helaas. Oké. Nou, JB, 1 succes heb je al binnen. Boven in de kruis. Het gemak ook, hè? Ja, dat is, jongen, dat stond ik onbekend vroeger. Ja. Ja, dat had ik al gehoord, maar ja, dan moet je het nog wel waarmaken. Dat is ook zeker waar. En Ronnie zat er een paar keer heel dichtbij, dus ik werd wat bang. Ja. Ach, we hebben het gered. Oké, okay, nou een balletje hoog houden. Ja, dat wordt lastiger. Ja? Daar ben je niet van? Ik heb niet zo'n lange hamstring. Oké. Okay. Dus met tenen en zo, dat wordt... Ja, we gaan ons best dit wordt weer een spierscheurtje, zeg maar. Daar ga ik niet vanuit. Oké, okay, nou, succes JB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47! Je had geluk, want twee keer kwam die ook nog tegen je buik aan, waardoor je twee extra had. Maar 47 is gewoon lekker, hè? En naar de kloot. Ja, wel naar de kloot. Even op adem weer. Want dit is natuurlijk ook wel een conditionele afmatting. Ja, dat is... Als je echt... Over... Ja, dat doe je niet ook. Maar 47 is wel super. Klasse, man. Hoi. Nou, dan hebben we even pauze. Ja, zweden op de voorkop. Voorhoofd. Voorkop. Een sigaretje. Een sigaretje. 1. Oh. Wat niet? Nog even bijkomen. Ik heb al begonnen. Nee. Ben je er klaar voor? Ik ben er weer klaar voor. Ik ben benieuwd. 53 moet met jouw hooghoudskills, dat moet mogelijk zijn. Nou, gaan we best doen, Martin. Alleen je conditie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, conditie. Je had er ook, geen zin meer in. Nou, mensen, wel even applaus hoor. 47. Een hele mooie tweede plek. Dan gaan we weer naar de Johan Neeskens trofee en degene die in het minste aantal beurten de bal in de Gomez goal schiet, die gaat door naar de volgende ronde. En de goal staat aan de linkerkant. Heb je een bepaalde tactiek, Rob? Ja. Kon jij een beetje schieten? Ja, dat kon ik wel. Ja? Oké. Okay. Nou, eigenlijk moet je gaan, denk ik, gewoon een beetje rechtdoor. Ja. We hebben een paar voorbeelden gehad van mensen die naar links gingen. Ja. Ja, dan ben je wel heel ver uit de richting. Ja. Belangrijk is... Als je de trektorband, als je daar ongeveer komt, dan zeg ik van prima gedaan. Gaan we proberen. Ja? Ja. Zou je eerst dat jou er even weghalen? Je krijgt steeds meer fans, hè? Mooi, hè? Succes, Ron. Oké, komt. En dan ga je toch weer links, hè? Nou, gelukkig! Oh, wat heb jij een geluk, Ron. Wat heb jij een geluk. Nou, ik zeg, leg hem maar bij de autoband neer. Ik zeg tegen jou van, leg hem ietsje voorbij de autoband. Ja, buitenkant voet er een beetje omheen. Heb jij een buitenkant voet? Ja, heb je die? Ze noemden mij vroeger ook wel Johan. Johan Cruijff, echt? Ja. Ja? Ik heb niks met die club van Johan. Nee. Johan hebben één goed jaar gehad bij Feyenoord. Ja.
Ik probeer het buiten te voeren. Een beetje geluk loopt hij dan het paadje om, denk ik, op schoolplein is. Ja, of je schiet hier tegen de muur aan. Dat zou lullig zijn. Maar ben je weer een beetje op adem? Ja, jongen. Ja? We zijn 10 minuten verder, toch? Oké, ja. Succes. Oh, heerlijk! Wauw! Oh, niet tegen een hek. Nou, ik zeg, geweldig gedaan. Maar we moeten even kijken hoe die daar ligt. Top. Ben je er klaar voor, Jasper? Ja? Ja, heerlijk. Je kan ook gewoon zo doen met je camera. Ja en nee. Dan knip ik toch maar in. Oké. Okay. Nou, Ron, volgens mij is dit een prima plekje. Ik denk even over dat witte boompje heen. En je ligt op veld. Ja. Want er was iemand die had het daar 2 keer op veld liggen. Ja, klopt. Dus, en je concurrent, die ligt daar ook heel aardig. Ja. Nou, als hij maar over de schommel heen gaat en dat hekje, denk ik. En dan is het op goed geluk. Precies. Ja? Gaan we even. Kan op je hart. En heel hoog. Hoog en hard. Nou, dit is een Albert Flikje. Het is een Albert Flikje. Je ligt hem er ook achter. Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat ga je doen, JP? Hij ligt hier heel dicht bij de hek. Je kan hem gaan stiften, een beetje wippen. Ja, ik denk dat het een wippertje wordt. Ik hoop dat hij met een stuit misschien op een veldje komt. Ja. Kan je een beetje wippen? Ik kan uitermate goed wippen. Ja? Ja. Ja, ben je daar goed, hè? Ja. Ja, wat? Ja, dus we spelen ook golf, Ronnie en ik. Ja. En dan de chipjes en de wipjes. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben nieuwsgierig. Nou, maar ik ga mijn best doen. Nou, wip ze. Kijk, voorbereidingje. Lekker. Nou JB, je Viagraatje heb je net gehad. Ja. He, dus, maar goed, net te laat. He, want dat wippen dat was echt niks. Hè? Dat was matig. Dat was matig. Maar je ligt er nu eigenlijk best wel blabberd voor. Dus ik denk een allerwetse puntetje. Ja, ik denk dat het hekje een beetje meegaat. Ja. Succes. Terug. Hij juist. Gaat? Ja, kijk. Ja, heel tevreden. Tactisch eerste. Nou Ron, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je hem op veldjes wist. Dat denk ik ook. Ja. Ja, want de kans dat je hem hier zo op buitenkant recht scoort, nou, dat wil ik eigenlijk niet. Nee, ga je gewoon schieten? Ik ga een wippertje doen. Wippertje doen? Ja. Oké. Ik heb geen Viagra nodig. Je hebt geen Viagra nodig? Genoeg. Nou, dan bepalen we de afloop alleen. Succes jongen. Dank je. Zo! Nou, hè, de beste wippen van Noord. We moeten niet bij elkaar in de buurt. Nou Ron, volgens mij is dit wel een gevaarlijke afstand. Ja. Hij zou zomaar mis kunnen gaan. Ja, klopt. Ja. Welke poging is dit? Dit wordt 4, dacht ik. Dit wordt de 4e, ja. Oké, nou, succes. 4 zou wel heel knap zijn, hè? Ja. Zet hem op. Ja. Keurig gedaan, Ron. Hey, super. Nou, nu moeten we afwachten wat JB doet, hè? Kijk, JB, het is heel erg simpel. Je hebt 3 beurten gehad. We hebben net gezien, hè, dat Ronnie hem 4 keer maakte. Ja. Maar dat waren allemaal normale balletjes. Hè, bij jou zat toch af en toe wel een schoonheid in de bal. En we zeggen ook, hè, deze van buiten erin is wel iets bijzonders. Dat is nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Dus ik vind, als jij dit in 4 keer doet, dan gaat Ronnie die gaat eruit. Ja, dan ga jij gewoon door naar de volgende ronde. Ja. Protest. Ja, protest hoor ik. Het is net de KNVB. Nou, succes JB. Ik ga mijn best doen. Oh nee joh, dat lijkt er niet op. Ja, ik heb je nog een kans gegeven. Ja, Ronnie gefeliciteerd. Ja, Ronnie was daar komt Ronnie. Ronnie was er mee. Was gedaan, Ron. Door naar de volgende ronde. Dankjewel. Nou, dit was alweer de 3e aflevering met 3 geweldige gasten. Leuke dingen ook weer gezien. JB, geweldig in actie. Ron, hè, op het laatst toch nog even door in de Johannesus trofee. Rachid is jammer genoeg net weg, maar dat is een beetje in de communicatie is dan misgegaan. Ja, en voor de rest, we gaan op naar aflevering 4. En we vinden het hartstikke leuk om dit te maken. Of niet, boys? Zeker, ik vind het hartstikke leuk. Mooi.